Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Super leuk dat je kijkt. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een vlog online heb gezet. Dat komt, dat weet ik eigenlijk niet zo goed waardoor dat komt. Ik heb gewoon niet hele erg interessante dingen meegemaakt die vlogmateriaal waardig zijn. Dus vandaar dat het iets langer heeft geduurd. Ik ben nu weer onderweg naar Rotterdam. Ik heb afgesproken met Sanne Veldkamp. Onthoud die naam, die zou je best nog wel eens kunnen horen. Zij doet namelijk een opleiding in de sport. En zij is hard aan de weg aan het timmeren om een sportvrouw te worden, zijn. Volgens mij is ze het al. En wat heel bijzonder is, is dat zij sportvrouw is. Sowieso is dat al een hele prestatie. Maar ze is ook te vroeg geboren. Ik ben benaderd door haar vader via mijn Facebookpagina. Via Klein Meisje Maakt een Reisje. En zo zijn ze dus bij mij terechtgekomen. En Sanne vond het heel bijzonder... om mij te ontmoeten. Ik vind dat zo raar om te zeggen. Dus ik hou het er altijd maar op dat ze het doen om ervaringen uit te wisselen. Rotterdam en ik sta hier echt bij een verschrikkelijke bouwval. Dus ik hoop echt heel erg dat je me verstaat. Ik heb zo net contact gelegd met Sanne. Ze komt straks naar me toe gelopen. En dan moeten we nog naar onze eetgelegenheid, want we gaan ergens lunchen. Het is heel spannend dit. Wacht op. Ah, nice! Toppie! Proost. Proost. Even naar een van mijn studenten, ze is helemaal verslaafd aan vlogs. Echt niet normaal, ze kijkt alleen maar vlogs. Ik zei, Luke, ik kom eens... Volgens ze mij ook. Ik heb het gezegd, ik zeg, Luke, ik kom in een vlog vandaag. Ze zei, ze is echt helemaal fan van Monica Geuze en zo. Oh, echt waar? Oh nee. Ze kijkt het alleen maar. Oké, nieuwe. Hij is echt wel leuk. Dit moet er heel raar uitzien op camera, denk ik. Hoeveel school jij met je zusje? 2 jaar. Oh ja. Wil jij nog weer zo'n zusje? Nee. Nee? Nee, Iris kind. Haar naam is... Ja, ik had een tweelingbroer. Dat is een tweelingbroer? Ja, dus dat is vet toevallig, man. Want ik ben een drieling, eigenlijk. Echt? Ja, maar mijn broertje en zus zijn ook dus na de geboorte overleden. Vertel jij vaak met z'n tweelingen? Ik vertel bijna, echt bijna nooit ook een drieling. Nee, ik vertel het tegen jou, omdat ze allebei te vroeg geboren zijn. Maar als mensen zeggen, heb je broers of zus, dan zeg ik meestal nee. Ja, ik ook zeg alleen, ik heb een zusje. Natuurlijk, ja. Maar meestal hem wel. Ik heb je wel... Ja, we hebben hem natuurlijk, ja, is dat je niet kent. Maar op papier ben ik tweeling. Ja. Maar in de praktijk niet, maar ik mis wel altijd iets. En als je het dan over ze hebt, zeg je dan broer of zeg je dan of zus of hun naam? Nee, ik zeg altijd broertje en zus. Ik zeg eigenlijk bijna nooit de naam, alleen tegen mensen wie ze kennen. Ja. En dan alsnog, ja, ik vind het gewoon lastig. Ik ook. Ik zeg die naam ook zelden. Alleen tegen mijn ouders? Ja, tuurlijk. Ja. 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 Het voelt ook heel raar om zijn naam te zeggen. Ik kon het echt niet zeggen vroeger. Het zag er echt mooi. Nee, heb ik ook. Ik red ook verkeerd. Het is echt... Mensen deden mij altijd na, want ze vonden het heel grappig hoe. Ja, en dat is echt... En ik voel het ook niet goed. Echt gewoon mijn benen raar. Ik ook. In de laatste paar jaar heb ik echt dat ik gewoon verschillen zie. Omdat je nu oud genoeg bent om een vergelijking te trekken. En waarom zie je verschil dan? Nou, gewoon mensen... Het gaat zoveel makkelijker. Ja. Ik moet er zoveel op hard voor werken altijd, weet je wel. Dat is echt... maar ik heb er nu nog steeds wel last van als ik fysieke training heb. Gewoon de eerste keer dat ik een nieuw schema heb, ik kan het gewoon niet. Nee. Dat deed mijn trainer. Ik zeg altijd, deze keer gaat even niet goed, weet je wel. Want ik kan die beweging niet. Ik moet over elke beweging nadenken. Dat is echt, als ik een bal moet gooien, ik moet serieus nadenken. Of hoe ik een fucking bal moet gooien. Ik denk dat als je tegen een normaal iemand zou zeggen, wat de fuck. Wow. En ik denk alleen maar, ja, dat herken ik. Ja, is niet raar. Yes. En jij?
Ja, ik denk dat ik wel meer last heb dan wat jij dus hebt. Ja. Ik ben echt geen sporter. Ik vond het heel lastig. En mijn ouders hebben altijd als ik ergens nieuw was op school, of gym, of nou ja, waar dan ook, dan lieten ze mij eerst zijn zoals ik was, zonder stempel te trekken. En zo heeft mijn gymjuf op de middelbare school achteraf gezien gezegd, oh ja, maar ik zag wel iets aan haar. Zo van, ze wist het niet, maar ze zag wel dat ik een soort van andere motoriek had. Ja. Ze zag natuurlijk ook wel dat het me allemaal veel meer moeite kostte. En dat het, ja, ik moet voor een lager resultaat knijten aan het werken, maar dat is met alles. Ja. Dat is al mijn hele leven zo. Ja, en op podium staan, dat vind ik heerlijk. Oh, nee. En een beetje aandacht krijgen op een goede manier dan natuurlijk. Daarom, ik vind het ook echt, hoe je dit doet, want ik vind dat het heel moeilijk om te vertellen dat je vroeg geboren bent. Ik zeg het niet. Weet je wat, terwijl het eigenlijk is het stom. Want waarom zou je het niet zeggen? Maar mensen hebben dan automatisch van, oh, zo zielig. Oh ja. En dan wil ik ze echt slaan, want ik ben niet zielig. Ja. Ja. Dus wat bij mij meestal is dat, dat het twee hele uiterste reacties zijn. Het is of, inderdaad wat je zegt, zielig heb ik eigenlijk niet zoveel gehad, maar meer van, oh wat erg. Ja, gewoon oh wat erg. En wat bijzonder dat je er nog bent. Ja, je bent echt een wonderkind. Ja, eigenlijk heel vaak gehoord. Of, mensen snappen het niet. Nee. Die hebben dan zoiets van, je bent vroeg geboren. En wat ik de meest reactie vind, is dat mensen zeggen, oh maar dat is toch 20 jaar geleden. Dan heb je dan nu toch helemaal geen last meer van. Nee, natuurlijk wel. Dat is ook zoiets. Ja, wat ik ook zeg tijdens mijn gastles, ik vroeg geboren ben je één keer, maar de gevolgen daarvan zijn levenslang. Nee, echt. Zeker. Oh, maar dat is ook kwaad als mensen ja, dat zijn. Snap ik. Ja, nee, ik ook. Je bent wel heel gedisciplineerd. Ja. En je werkt ook echt naar een doel. Ja, maar dat komt meer door mijn sport, denk ik. Het was zeg maar zo. Vroeg geboren. Sowieso allebei. We hebben van jongs af aan al leren vechten. Zo, dat sowieso. We zijn geen opgevers. Nee, daarom. Nee. Dat komt er ook nog weg. Dit is echt een goed idee geweest. Ik kom meteen een stukje beter. Goed zo. Ik heb afgesproken met hoe heet ze ook weer? Shit. Sanne Veldkamp, juist. Ik heb afgesproken. Met Herday vandaag. Wat zo bijzonder is dat zij, ondanks dat zij dus... Ik ben benaderd door haar vader via Fijn Mij... Nou! En het Emma Kinderziekenhuis had mij... Rustig aan. Snapchat. Speciaal voor Luke. Dat komt daar ook weer een beetje vandaan. Oh, ik heb een blaadje. Ik heb een haar in mijn mond gehad.